Hi iedereen, het leek me leuk om een keer een video te maken met wat ik zeg maar als everyday make-up gebruik. Ik gebruik eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel make-up, tenminste dat vind ik zelf dan. En ik wil jullie graag laten zien hoe ik me gewoon iedere ochtend opmaak als ik gewoon een dag op het lab ga werken. Dat wil zeggen als ik op tijd opsta en niet in 5 minuten naar de bus hoef te rennen. Als ik dus gewoon iets van 10 minuutjes tijd heb, dan maak ik me zo op. En ik heb jullie mijn bakje al een keer laten zien. Die heb ik nou dus ingedeeld met mijn everyday make-up. Er staat wel wat meer in dan wat ik eigenlijk gebruik. Maar goed, zo heb je toch nog een klein beetje keuze iedere dag. En deze producten ga ik dus gebruiken. En zo kunnen jullie meteen een beetje zien wat mijn favoriete producten van dit moment zijn. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, ik begin normaal met een concealer. Deze is van Kat Von D in de kleur Almond. En die breng ik aan eigenlijk best wel op grote vlakken van mijn gezicht. Gewoon op oneffenheden en dingen die wat donkerder zijn. Vervolgens pak ik een bronzer. Dit is Glam Bronze van L'Oreal. En met een stippling brush breng ik die aan over mijn gezicht. Een beetje alleen over het bovenste gedeelte. En met een stippling brush breng je alleen een vleugje bronzer aan. Dus dan wordt het niet zo heel dik en compact. Maar dan heb je net die mooie zongebronste huid. Ik heb een MAC blush in de kleur Harmony. En die breng ik met een wat kleinere, compacte brush aan. En dan onder mijn jukbeenderen om een klein beetje te shapen. Nou, dit is een product Positint van Benefit die een beetje favoriet is geworden de laatste tijd. Het is een lip- en cheeksteen en die breng ik dan aan op mijn wangen. En dat blijft dan best wel goed. Een leuk roze fris tintje. En op de lippen breng ik hem ook aan. Van Too Faced gebruik ik een Shadow Insurance en die breng ik aan op mijn gehele ooglid. En vervolgens pak ik de kleur Smog en Chopper uit een Urban Decay paletje. En die breng ik aan in mijn crease. En dat doe ik dan ook aan de andere kant. En ik breng ze ook iets boven de crease aan. En wat ik dan doe, dan pak ik mijn fluffy blending brush. En dan ga ik het gewoon even goed uitblenden, zodat het niet meer zo compact eruit ziet. En ik zorg ook dat het een klein beetje naar beneden wordt geblend. Dan pak ik de kleur Sin uit hetzelfde paletje. Dat is een hele mooie highlighter. En die breng ik aan onder mijn wenkbrauw. En dat blend ik ook goed uit. Dan ga ik mijn wenkbrauwen bijtekenen met Chanel potlood in Brun Sandra. En die teken ik gewoon bij zoals ik dat normaal gesproken doe. Dan pak ik een hele leuke eyeliner. Deze heb ik van mijn zusjes gekregen. En het heeft niet een kwastje, maar een soort stiftje, wat ik zelf heel prettig vind werken. En dan maak ik een mooie cat eye, een vrij dikke lijn eyeliner. Wat ik zelf wel erg mooi vind altijd. Dan pak ik van Urban Decay de 24/7 stick in de kleur Rehab. En daarmee maak ik een mooi, wat dikker streepje onder mijn oog. Dan pak ik van NYC City Curls Mascara. Dat is een krullende mascara en het heeft een heel fijn borsteltje. En ik breng gewoon een paar laagjes aan bij mijn bovenste wimpers en bij mijn onderste wimpers. Als er nog tijd over is, gebruik ik Girl Meets Pearl. Dat is echt een van de mooiste highlights die ik ken. Die breng ik boven bij mijn jukbeenderen aan en bij mijn wenkbrauwbot. Nou, om de look af te maken gebruik ik een NYX lipgloss. Dit is de kleur Smoky Look. Dat is een mooie nude, roze, peachy kleur die heel fris staat. En dat is mijn everyday look.